opeens flusser. Eindelijk, hè, zou ik bijna willen zeggen, 3 punten. Ja, zo kan je wel zeggen. Na 5 wedstrijden eindelijk 3 punten, hadden we ook wel nodig. Ja. Ja. Maar hebben jullie vandaag niet tekort gedaan? Het had eigenlijk 4-5-0 eigenlijk moeten zijn. Ja, we hadden nog na de wedstrijd nog even over met de trainer. Ja, verdiende overwinning, denk ik. Maar ja, wat je ook net zegt, als wij 3-4-0 maken, dan is het afgelopen. Dan heb je de wedstrijd onder controle en nu is het tot het einde nog even doorbijten. Dus ik denk dat het ook een verbeterpunt is voor de volgende keer om toch nog meer goals af te straffen of nog meer kansen af te straffen. Ja, dus dan maak je het makkelijker voor jezelf. Ja. Want jullie hadden zoveel kansen. Ik bedoel, als je dat vergelijkt met de afgelopen wedstrijden, dan denk je van wauw, wat overkomt ons nu. Maar ja, nog wat effectiever dus in de afronding. Ja, dat is wel nog een verbeterpunt. En dan natuurlijk de nul houden tot het einde nog. En dan dan zijn we wel goed op weg als we dat doen, ja. Ja, want die laatste goal, dat was niet nodig geweest, hè? Nee, maar ja, dat gebeurt vaker bij ons. Dit is een afvallende bal of een klutsbal die dan bij hun terechtkomt. Dus daar moeten we nog scherper op zijn om dat tegen te houden, ja. Ja. Maar hoe kwam dat jullie vandaag zo goed begonnen? Ik bedoel, wat is er de afgelopen weken gebeurd? Zeker na MVV, dan sta je onderaan. En dan zeg je van het moet gewoon. Of ja, wat is dan anders? Ja. Ja, weet je, dat is ook zelf als speler zijn. Ik denk dat de meeste voetballers dat wel ook al weten. Als je een paar keer verliest, dan ben je nog meer getriggerd om te winnen. Maar ik denk dat de jongens dat goed hebben gedaan. We hebben ook de trainer ook een paar keer gezeten deze week. Om de jongens te focussen van ja, we moeten nu echt onszelf belonen. Want we hebben ook genoeg wedstrijden gehad om te winnen of gelijk te spelen. En dat doen we niet. Dus we moeten nu nog gefocust zijn om in duels in afmaken en kansen te creëren. Dat hebben we vandaag het eerste zelf gewoon goed gedaan. Daarom staan we ook gelijk 2-0 voor dan. Ja. Ja. En nu, de weg omhoog is ingezet, zal ik maar zeggen. Ja, dat hoop ik van wel. Volgende week hebben we ook een lastige tegen Eindhoven. Die gaan ook goed, dus ik hoop dat we daar ook tegen zo'n clubs ook kunnen laten zien dat we ook goed op weg zijn. Tegen teams die ook in vorm zijn. En daarna hebben we 2 thuiswedstrijden, dus ik hoop dat we flink op punten pakken deze weken. Ja. Als we dit niveau vasthouden, dan moet dat gewoon kunnen lukken, toch? Ja, dat wat ik zeg, als we dit blijven doen en ook als we, wat u net zegt, die verbeterpunten tot er nog meer moeten afmaken en ook gefocust blijven tot het einde om die nul te houden, dan denk ik dat we genoeg punten kunnen pakken de komende wedstrijden. Ja, dankjewel.